14 december, de duif van Noach. Het koninklijk paleis van Robijnje lag achter de volgende berg. Gaan we er overheen of er omheen? Vroeg de duif van Noach aan de kleine engel. Voor haar was het eenvoudig. Zij kon vliegen. Hatschi ook, met de vleugels onder zijn jek. Alleen de ezel kon niet vliegen. En omdat ze allemaal bij elkaar wilden blijven, besloten ze om de berg heen te trekken. Het was verder dan ze gedacht hadden. Tegen de middag stelde de ezel voor om even uit te rusten. Ze zochten de schaduw onder een boom op en gingen op de grond liggen. Na een poosje begon de kleine engel zich te vervelen. Vertel ons eens iets over Noach en zijn ark, zei hij tegen de duif. Wat wil je graag horen? Koerde de duif. Iets over de bouw van de ark, over het binnenhalen van de dieren of over de tijd dat de ark op het water dobberde. Hoe was het toen Noach je erop uitstuurde? Wilde de kleine engel weten. Ah, koerde de duif. Dat zat zo. De ark was al lang onderweg en langzamerhand raakte het voer voor de dieren en het brood voor de mensen op. Toen stuurde Noach een raaf erop uit om te kijken of het water al zakte. Maar dat lukte de raaf niet. Ook de tweede raaf keerde onverrichter zaken terug. Noach was helemaal vertwijfeld. Uiteindelijk werd ik op weg gestuurd. Kijk of je ergens land ontdekt, zei hij me. Kom het me meteen melden, zodat ik de ark daarheen kan sturen. Zo vloog ik weg. Onder me gingen de grote golven met hun witte schuimkoppen woest tekeer. Ik was gelukkig dat ik eindelijk mijn vleugels weer kon uitslaan. Daarom vloog ik in cirkels en spiralen en maakte allerlei gekke bochten. Ik steeg hoog ten hemel en liet me dan weer vallen, terwijl ik het uitschreeuwde van vreugde. Maar mijn opdracht vergat ik niet. Opeens gleed er een zonnestraal over het water en even dacht ik dat ik een berg aan de horizon zag. Maar het was alleen een wolk. Ik vloog en vloog tot mijn vleugels pijn deden en ik bang werd dat ik naar beneden zou storten. Toen zag ik weer een berg. En ditmaal was het echt een grote rots. Ik landde op de rots en rustte eerst wat uit. Toen fladderde ik van rotsblok naar rotsblok om iets te vinden wat ik naar Noach kon brengen als een soort bewijs. Maar ik vond alleen een oud bot, een oude klok en een paar scherven van aardewerk. Dat was allemaal afval uit de tijd van voor de zondvloed. Om mee te nemen naar Noach vond ik het niet goed genoeg. Daarom zocht ik verder. Mijn hemel, dat moet echt een klus geweest zijn, zuchtte de kleine engel. Ja, koerde de duif, zeg dat wel. Ik wilde iets fris voor Noach meenemen, iets groens, een grashalm, een madeliefje of iets dergelijks. Daarom vloog ik verder en bleef alsmaar uitkijken. Opeens ontdekte ik een jong olijfboompje. Het had frisse groene bladeren en al zoveel takken dat het er wel een kon missen. Ik brak het takje af en vloog overal het water terug naar de ark. De oude Noach en zijn gezin waren dolblij. Ik leidde hen naar de berg en toen de ark op de berg gestrand was, stapten ze allemaal van boord en begonnen een nieuw leven. En wat heb jij toen gedaan?
vroeg Hatschi. Ik was nu eens hier en dan weer daar. Ik heb heel wat nesten gebouwd en eieren uitgebroed. En tenslotte ben ik bij de tovenaar Simsalabim terechtgekomen en trek ik met hem rond, besloot de duif van Noach haar verhaal. En wat wil je nu doen? Ik zou graag met jullie meegaan om het kerstkind te feliciteren. Denken jullie dat het kind een van mijn staartveren een mooi geschenk vindt? Zei de duif. Natuurlijk, zei de kleine engel. Laten we maar verder gaan. Het wordt al laat. Hij klom weer op de rug van de ezel en ze trokken verder om de berg heen, net zo lang tot ze het paleis van de koning van Robijnië zagen liggen.